Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van de KS Eupen. Kijk erg mooi. En ja, we staan op dit moment eerst eens in de competitie. Maar ik zit eraan te denken om gewoon alles te simuleren tot ja, hier zo. Tot het einde van het seizoen. Dan kunnen we dit seizoen heel snel afronden. Wat? Wat? Ontslagen? Oké. We stonden nog onze eerste. We stonden eerste en toch ben ik ontslagen. En we hebben net nog gewonnen. Oké, mensen. Het loopt dus helemaal niet zoals ik verwacht had. Maar vanaf nu zijn we trainer van KV Oostende. We zijn ontslagen. We zijn nu al trainer van Oostende, we staan veertig, dus we kunnen nog misschien nog promoveren. En ja, echt jammer dat dit is gebeurd. We hebben nu ook een heel ander team, dus ik moet dit ook even gewoon worden. Of ik hoop ik heb wel wat budget. Oké, gelukkig is onze budget hier toch wel hoger, dus dat is wel een voordeel. Hier bij het transferscherm. Ah ja, nu is dit ook allemaal weg, moet ik iemand dat allemaal een lijst achtergelaten. Een van de eerste afleveringen waren wel spelers, alleen die staan hier meer in de verlanglijst, dus die moet ik weer eens opzoeken. Nieuwe ploeg, Oostende, en de volgende wedstrijd is dan tegen Heracles. Dat is de eerste wedstrijd die ik dan ga spelen met dit team. Hebben we hier een jeugdstaf. Oh, ik kan er geen opzetten. Stuur hem in België. Ik baal er echt heel erg van dat we ontslagen zijn. Misschien kunnen we wraken nemen op Eupen. Of misschien kunnen we ook als doel zetten om zo snel mogelijk terug bij Eupen te gaan. Ja, maar hoe moet ik deze serie gaan noemen? Want het is niet meer de Eupen carrière mode. Oké, ik zie wel hoe ik het ga noemen. Het is ook zo heel erg onverwacht dat ik ontslagen ben. Langs de ene kant ben ik wel blij dat ik met Oostende kan spelen. Alleen ik baal er toch wel heel erg van dat ik niet meer met Eupen kan spelen. No. Oké, Capon. Oké, dit is goed. Voorzetten. Oh, nee. No. Staan achter. Gaat nog moeilijk worden als we willen promoveren nu. Hopelijk komen er nog veel wedstrijden aan. Spassen en scoren. Oh, ik dacht even dat hij nog zou missen, maar hij scoort dan toch. En ja, ik moet ook oppassen, want ik wil nu ook van de stenen ontslagen worden. Nu scoren. Ah, jammer. Ja! 1-2. Nadat dit onze spits zal zijn, die veel zal scoren. Ah ja, ik. We zijn weer heel slecht in verdedigen. Ik weet helemaal niet hoe ik goed moet verdedigen. Oké, nu misschien. Ja, hat-trick. En de voorsprong. Wel leuk, al 5 doelpunten in de eerste helft. Gewoon knallen. Boom, en de goal. Het is zijn 12e in 24 wedstrijden. Dus 1 goal per 2 wedstrijden ongeveer. Recht Capon. Die een voorzetje gaat geven. Die komt aan. En oei, is er ook nog in. Bang. Ja, de keeper doet hem nog zelf in via zijn knie. Zie je hier in herhaling. Of nee, toch, het is toch niet zijn knie, het zijn zijn handen blijkbaar. Oké. Dit moet je toch wel afmaken. Ik ga hem toch kiezen voor de pas. 2-5, oké, het gaat toch nog goed. Het is Capon met zijn goal. En weer een goal. En nog een goal. We houden een afstand. 3-6. 9 doelpunten in de wedstrijd. Keeper red, gelukkig. En denk nou we. De wedstrijd zo is afgelopen. Ze maken nog een foutje. Of gluit hij af, ja. Wedstrijd afgelopen.
Hij is toch wel de held van de havens. Ik denk dat het nu al een goed moment is om even te kijken naar toch al wat spelers, zodat ik al een beetje voorbereid ben op de volgende transferperiode. Oké, iemand zei dus dat ik zeker, echt deze zien ook, Xander Silva moet kopen. Dus hem ga ik zeker in bij de verlanglijst zetten. Oké, er zijn nu even wat spelers in de verlanglijst. Ja, ik heb eerst, er moet toch wel een goede prijs staan. Ik denk dat ik toch wel voor een, misschien wel voor een verdediger ga. Ah, die Silva. Ja, voor die Silva. Misschien kan ik hem nu al proberen te kopen. Ik kan gewoon beginnen met 1,5 miljoen. En dan gaan ze ook al meteen met akkoord. Nu voor zijn salaris onderhandelen. Nu de wedstrijd tegen Duinkerke. Oké, Duinkerke doet het niet heel goed in dit seizoen. Ze staan volgens mij laatste. Dus ik denk dat we hier wel makkelijk 3 punten kunnen halen. Pasen, scoren, scoren. Wat? Het is vreemd. Afwerken, yes. 1-0. Scoren, dat doet hij. 2-0 tegen Duinkerke. Scoren. Ah, jammer. Oeh, wow. Was een mooie trap. Zou mooi zijn als hij nog binnen zat. Ook als de tegenstander. Zo, was wel mooi. Was ook heel erg onverwacht. Scoren, ja. Simpel, 3-0. Voorzetje. En, ah, kapot misschien nog. Nee. Oké. Pasen. Scoren. Auwe. Dat was vreemd. Ik krijg Capon even afhalen. Hij verdient even rust. Zij wisselen er ook, de tegenstander. Ik kan de invaller scoren. Volgens mij is dit toch de invaller. Ja, is het invaller. Invaller scoort. Dat is nog een goede wissel dan. Nog een wissel. Dat is dan mijn laatste van de wedstrijd. En het is gedaan. 4-0 overwinning. We gaan naar de kalender. En we gaan verder tot hier zo. Tot RKC Waalwijk. Goed. Ik denk dat dit goed is voor deze video. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Ja, hopelijk vond je dit een beetje leuk. En toch wel jammer dat we ontslagen zijn. Maar ja, ik heb wel heel veel zin in dit nieuwe avontuur dat we nu hebben met Oostende. Dus ja, hopelijk kan ik dit team dan naar de top verleiden. Bedankt voor het kijken en doei.